Brice Veu komt daar al iemand uit de bocht. Nee. Hij gaat de tijd krijgen om een fantastisch feestje te bouwen. Hij wint Jandori de etappe, de eerste etappe in de Tour met een aankomst boven. Alsjeblieft, na Ulrich schrijft een Brice Veu zijn naam op de lijsten van Arcalis. En daar komt Kern het Franse feestje helemaal rondmaken. Die is tweede. En wat is de voorsprong van Contador? De voorsprong van Contador. En we moeten ook in het oog houden of Rinaldo Nocentini hier nog genoeg voorsprong heeft. Rinaldo Nocentini, 3.13. Freulinger wordt derde. Wat een uitslag zeg. Freulinger derde, Nocentini is vierde. Alberto Contador, ik zie daar niks komen hoor. Ik zie daar niks komen, de Spanjaarden worden gek. Twijfelt u er nog aan wie de beste klimmer is? Maar waarom daar dan zo lang mee wachten? Misschien wel de strakke wind die daar in die slotfase toch af en toe wat tegenspartelde. 19 seconden voor het kopmanschap binnen Astana. De pikorde, hè? Ja. De pikorde. 19 seconden. Maar hoe dan ook, wat Armstrong hier al laten zien heeft, is om u tegen te zeggen. Zit daar nog altijd gewoon aan het wiel van Andy Schleck. Cadel Evans gaat nog eens op de trappers lopen en Armstrong gaat controleren, gaat met andere woorden pareren. Daar komt Contador al uit de bocht. Daar komt Contador op weg in de slotkilometers. Daar de vod voor Contador. Opgelet, Contador kan ook een gooi doen naar Gele. ...3.13 is de voorsprong van Nocentini op Armstrong. En een aanval van achteruit, is dat van Christian van der Velde? Ik zie onmiddellijk dat Cadel Evans overpakt. Ja. Dat Cadel Evans overpakt. Ik denk dat het Leipheimer is die zich voor Armstrong gezet heeft. En die op die manier de meubelen redt. Enfin, voor Armstrong. Evans die sleurt en die trekt. De Schlecks die gaan redelijk vlot mee. En ook Tony Martin. Tony Martin hangt er heel makkelijk aan van achter. Tony Martin. Nocentini is een minuut en drie kwart binnen. Nocentini is een minuut en drie kwart binnen. Het is nu toch vooral aan, ook aan de Schlecks om Contador onder controle te houden en te blijven rijden ook. Hè? Daar komt Contador. Nocentini is, als mijn klok me niet in de steek laat, nu twee minuten binnen. Contador, nog 400 meter. Ja, het is op de tanden bijten. Hij zal het toch nog een paar keer moeten herhalen in deze ronde van Frankrijk. Maar dat zal misschien wachten worden tot Verbier, de volgende aankomst boven. Om helemaal gerustgesteld te zijn. Hè? Contador is Ribberby. En Nocentini is nu 2,5 minuut binnen. Brice Veu, ritwinnaar voor Kern, voor Freulinger, voor Nocentini. Nocentini heeft een marge op Contador van 2,54. Nocentini, 2 minuten 50 binnen. Nocentini, dat is oké voor Nocentini wat Contador betreft. Ik hoop dat ik goed reken, maar ik ga ervan uit van wel. Het zal nipt zijn. Contador komt dus heel dicht. Daar wordt de sprint voorbereid. En nu al zeggen dat de Contador over Armstrong wipt. Maar dat ze daar allemaal dicht bijeen gepropt zullen staan. Hier komt nu Cadel Evans binnen. Met daar ook Andy Schleck bij. Met Christian van der Velde, meen ik ook. En Frank Schleck. Ja, Menchoff. En Armstrong. Dus Menchoff dan toch tekenen van verbetering. Ja. Het zal een kwestie van seconden zijn. Ik denk een seconde of 6, 7.